dat lang geleden, weet je, hè? Een week, dus, dik. Ja, een week te groot. Dat is iedere week een week. Ja. Nou, we zitten nokkie en we hebben er zin in, want we vragen, zitten bom... Hoe is het nog mogelijk, hè? Je hebt nog niet één zin uitgesproken, komt hij alweer met een vraag. Nou, wat is er nou zo belangrijk om mij te onderbreken met een vraag? Nou, zijn we benieuwd, dan gaan we door, hè? Nou, wat is die vraag? Ik ben aangesproken. Hij is aangeschoten. Komt er niet half lam hier de zaak binnen. Wat is dat dan weer voor onzin? Ik ben aangeschoten. Aangesproken. Hij is aangesproken. Ja. Nou, ik word elke dag aan. Iedereen, ik hoor zo vaak mensen hallo, of zeggen, hoe? Dat ga ik toch niet zeggen? Nou, dat ga ik eens vermelden voor de radio, mensen. Wat denk je wat er gebeurd is? Ik ben aangesproken. Ja, over de tune. Die klopt niet. Welke tune klopt niet? Maar het is weer zaterdag. Wat is er? Het is toch zaterdag? Ja. Het is weer zaterdag, dik voor mekaar show. Ja, natuurlijk, gewoon de normale opening. Het is weer zaterdag. Dik voor mekaar show. Nou, wat is daar nou niet goed dan? Wat is daar nou niet? Het is zaterdag en het is de dik voor mekaar. Nou, we gaan gauw verder, mensen. Het einde is het gevolg niet van een ander, zei die man. Hé? Dat een is niet het gevolg van de ander, dus het is weer zaterdag, ja. 2 kilo bananen, dat is... 2 kilo bananen, wat hebben dat ermee te maken, zaterdag 2 kilo bananen? Ik zeg dat wel. Dat is, het is gewoon op zaterdag, dat weet je, op zaterdag, het is zaterdag, ja, is het zaterdag, ja, dik voor mekaar. Het is weer zaterdag, het is groot. Vandaar de dik voor mekaar show. Vandaar de dik voor mekaar show. Wat is dat, iedereen, we doen dat al 15 jaar, het programma is al 27 jaar oud. Al 27 jaar hoor je zaterdag dik voor mekaar. Nou, na 27 jaar komen wij, er moet vandaar tussen. Ja, of dus. Of dus, ja. Of zodoende. Of zodoende. Of derhalve. Oké, doe hem dan op jouw manier. Dus de hoogste tijd voor... Zie hier, een paar zin ertussen. Maar zie maar, waar zijn we mee bezig, zeg? Ik begrijp niet dat ik überhaupt... Dat ik erop inga, dat ik niet gewoon door het boodschappen... Dan kom op, we gaan heel lekker, zeg, kom op. Ben ik mee bezig, zeg? Zaterdag luistert u naar de dik voor mekaar show. Ja. Die is ook niet helemaal goed, hoor, Dick. Wat is nou weer te groot? Wat is er nou weer niet goed? Er wordt gezegd, zaterdag luistert u naar de Dick voor mekaar show. Ja, nou, dat is toch... Iedereen luistert toch op zaterdag naar de Dick voor mekaar show? Je hebt ook een hoop mensen die het opnemen. Ja, ook mensen die het opnemen. En ze luisteren via internet. Wat geeft het, bak? Ja, maar die draaien het dan op zondag af. Ja, en die horen dan, zaterdag luistert u naar de Dick voor mekaar show. Ja. En die raken dan heel erg in de war. Ja. Yeah. Als je via internet in Australië luistert, Australië. Dan zit je al met het tijdverschil. Ja, dan zit je met het tijdverschil. Ja hoor, ja hoor. Zaterdag morgen is het ik voor mekaar. Komt dit ermee door? Was dit nou klaar? Nog meer commentaar? Ja, deze is goed. Oh, hè? Nou, we zijn van de kant af hoor. Deze is goed. Oh, de deur. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, hè? Goedemiddag. Dan gaan we beginnen, want we hebben... Ik ga meteen even naar het toilet, want ik stap knappen. Dan loop ik met je mee, Toos. Gezellig. Ja, zeker gezellig. Nou, dan gaan we... Nou weer. Hoi, goedemorgen, BZ. Ik vind dat zo... Om dan met zo'n grote vette binnen te komen, dat is toch geen... Ik heb niet... Nou weer! Ik zou zeggen een hele goede middag allemaal. Ja. Hier is weer Henk Dulles. Kan het nou niet dat iedereen nou eens op tijd binnenkomt? Gewoon... Ja, het is elke week, je kan niks zo goed de uitzending van vorige week draaien. Iedereen komt uitgebreid binnen, die komt 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 goedemiddag. Mag die ik gaat even storen? Wat heb jij nou weer? Het toilet is verstopt. Hè? Het toilet is verstopt. Het toilet is verstopt. Ik trek net door en alles blijft drijven. Dat moet de technische dienst, Harry. Ja? Het toilet is verstopt, hè? Oh, maar dan ga ik wel even zoeken. Nee. Het toilet is niet verstopt. Het toilet is verstopt. Juist. Ja. Ja, dat zeg ik. Dan ga ik wel even zoeken. Nee.
we hoeven het niet, dus we weten waar het toilet ja. is. Ja. Maar het is verstopt. Ja. Het loopt niet door. Het is verstopt. Ja. ja, dat zeg ik toch, het is verstopt. En al een tijdje, want er ligt al een hele plas op de grond. Oh. Zeg, ik kom net van het toilet af, ja. maar het is verstopt hoor. Oh ja? Er ligt een hele plas water ligt op de vloer. Ja, is dat zo? Ik begrijp dat nou niet. Nou is dat, we moeten nou allemaal de hele week... Alles is tijd om alles na te kijken voor in de uitzending het toilet verstopt. Hoe kan nou het toilet verstopt zijn? Misschien zit je toges er nog in, Bip. Nou zeg, Harry, ga jij het toilet ontstoppen? Dan ga je verder met het programma. We krijgen nu... Ome Joop met de helpdesk, toch? Oh, dat is leuk, want ik heb namelijk een nieuw koor bij me voor de aankondiging van Ome Joop. De Joekeloerissen. Heren, daar gaan we, hè? En... Heeft u vragen of problemen, zit u lelijk in de kroop? Dan ga dan niet, wij zitten wel meteen met Ome Joop. Heeft u vragen of problemen, zit u lelijk in de kroop? Dan ga dan niet, wij zitten wel meteen met Ome Joop. Ja, goedemorgen mensen, hier is weer Ome Joop. Stop maar hier. Mensen, hou eens op met je rolterie. Het is afgelopen, ja, mensen, hier is dan weer Ome Joop. Met zijn helpdesk. Nou joh, wat is er nou weer deze week? Waar hebben ze me nou weer voor nodig? Ik heb aan de telefoon Hassan Ben Gurion. Wie? Hassan Ben Gurion. Wat is daarmee? Uit Purmerend. Oh. Ja, die wil u even spreken. Oh, die wil mij even spreken. Hallo. Ja. Wat Hallo, is er joh? Ja, wat hier is er joh? Hier is Hassan. Hassan uit Ben Gurion. Gurion is... Ik wil je even vragen. Ja. Ik ben artiest, hè. Oh ja. Ik ben een artiest, ja. Ja, artiest. Ik heb gewerkt in een circus. In een circus. En ik was paarden. Paarden? Paarden. Wat paarden? Alle paarden. Paardendressuur. Oh. Ja. Gezond met paarden. Dat doe ik niet meer. Oh, dat doe je niet meer. Nee, nee. Ik heb een nieuw nummer. Wat? Telefoonnummer? Nee, ik heb een nieuw circusnummer. Circus. Oh, een nieuw circusnummer ga je doen. Nee, wil ik gaan doen. Wat ga je dan doen? Als vuurvreter. Als vuurvreter? Ga je vuurvreten? Ja, vuurvreten. Vuurvreten. Ja, vuurvreten. Ja, ik hoor je wel. Maar ik wil vragen, wat heb je nodig als vuurvreter? Wat heb je nodig? Wat moet wat je heb hebben nodig? Voor vuurvreten? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, een doos lucifers. En een vuurvast gebied. Ah, een vuurvast gebied, ja. En ja, ja. Maar het belangrijkste is... Belangrijk. Een paar nieuwe suede schoenen. Nieuwe suede schoenen? Ja, je moet een paar nieuwe suede schoenen aandoen. Hoezo nieuwe suede schoenen? Zijn die brandveilig? Nee, die lopen lekker. De Dik voor Mekaar Show is Dik voor Mekaar gezellig. De Dik voor Mekaar Show is Dik voor Mekaar gezellig. En wil je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. En er is er nu dag in de hoofd, ik word daar niet goed van. Is dat weer hetzelfde? Kunnen we dan gewoon dat losse dingetje gewoon er aan plakken? Dat moet er allemaal, hoe moet het klaar? Hey Dick. Klaar. Heb ik al verteld dat mijn broer ontslagen is op staande voet? Mijn broer ontslagen op staande voet, daar weet ik niks van. Die was bij de marine, die zat bij de onderzeedienst op een onderzeeër. Ik wist niet eens dat je een broer had, die zit bij de onderzeedienst, is ontslagen. Waarom? Hij sliep met het raam open. Wat hoor ik? Hallo. Dat is Harry. Harry is dit. Oh, dat is Harry, die zit op het toilet, die is pikkelijk. Die zit vast, hoe zit je vast? Ik heb een zak ontvaren in de pot. In de pot, we komen... Ja, nou rustig blijven, Harry, we komen nu naar je toe. Kom op, even, we lopen er even heen. Wat doet er allemaal, wat gaat er gek van? Wat doet er allemaal weer? Dan komt iedereen in de uitzending. Kom toch, die mensen zitten thuis te luisteren, die zitten aan tafel. Mensen, zal ik eens even helpen hier zo, want anders blijven we hier onder. Ik trek hem wel even los hier zo, Harry, kom maar even hier zo. Ja, ik pak even mijn arm eronder en dan trek hem even los, hè. Heel, 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 laat me even gaan. Hij is los. Hij is los. Hij heeft de hele, je trekt de hele pot van de vloer af, Ome Joop. Hij moet toch los? Ja, maar niet met pot, je moet alleen Harry uit die pot trekken.
Maar ik zit nou nog steeds met mijn arm in die pot. Ja. Mijn ogen met die losse pot. Hij net of je in gips loopt. Ja, maar die stortbak die hangt er gelukkig nog. Ja, mee. Nou blijf er nou nog aan van de grond. Doe nou, blijf nou gewoon. Blijf nou van die trap. Wat een hoede, trek de stormbak door terwijl de pot weg is. Kijk nou wat een natte zooi hier overal. De hele natte vloer. Oh, dat ruimen wij wel even op. Tuurlijk, jij bent maar voor die zo moe van. Ik word er zo moe. Ik weet niet, ik word er zo moe. Ik ga 's morgens van huis, hè. En dan zeg ik, nou, dan zeg ik, ik ga er lekker tegen. Wat moet ik doen? De prijsvraag. Nou, ja, ik kan toch even gaan dweilen op het toilet. Dat is de natte boel daar. Mensen. Ja, nou, ja, goed. Wie schrijft nou de mop op? Ja, nou, en de prijsvraag. De prijsvraag. Er zijn heel wat inzendingen gekomen. Ik kan niet opschrijven met natte handen. Ik moet Toos gaan onthouden. Wat zeg je? Onthouden. Ik kan ze niet opschrijven. Ik ben blij dat je ze niet op kan schrijven. Nou, de grote op en die flauwekul eerder het weer gehad. Hebben we beter. Dan kan dat er niet uit, die prijsvraag. Het is zo hout zo op iedereen. Heel erg populair. Ja. Nou, wat gaan we doen, Bartos? De vraag van vorige week. De vraag van vorige week. Nou, wat was de vraag van vorige week? Wat te zoeken? Nee, dit was het niet. Wacht even hoor, dit zat bij mijn vriendje. Waarom ik? Dat was een dik. Waarom ik? De groot. Zet dat nou eens normaal af. Ja, anders komt de volgende tekst erbij. Ja, nou, wat is er? Ik heb binnengekregen. Ja, hij heeft binnengekregen. Nou, schiet op. Duizenden antwoorden. Duizenden overdreven. Ja. Duizenden. Deze waarom ik van Jeroen Manten uit Amersfoort. Een e-mailtje gestuurd. Omdat zo'n blauwe tros rugzakje zo goed staat. Hij is zuiver. Hij is leuk, hè? Ja, dat is alleen van de betere, hè? Heb je nog niet gehoord van Therese Hessels? Nee, vertel gauw. Ik hou me even vast aan de leuning. Ja, ik heb me goed vast. Waarom ik? Omdat jij zelf voor Maxima gekozen hebt. Ik zet me vast. Ik bied mezelf vast aan de leuning. Ik zet even van die veiligheid. Er komen er nog twee hele leuke. Die houten klemmen hebben. Twan van Zandvoort uit Schaik. Ja, ik sta er klaar voor. Waarom ik? Anders loop je alleen maar in de weg. Deze vind ik bijzonder leuk. Dat is Ferry Groothedde uit Leeuwarden. Ferry Groothedde uit Leeuwarden. Ja, nou die kwam over de knalletje natuurlijk. Hè. Waarom ik? Waarom jij? Omdat een draaiorgel in de badkamer. Ik leg hem niet uit hoor, Dick. Nou, dan heb ik hier de winnaar, Dick. Gelukkig de winnaar. Goedemiddag allemaal, dat weet ik weer even. Mag ik even, voordat we verder gaan, mag ik even snel naar het toilet? Want ik moet hoog nodig als ik mag ik er even langs. Nou, dat is het probleem. Het toilet is er even niet. Er komt zo het was verstopt. Verstopt? Oh, maar dat geeft niet. Dan help ik even zoeken. Waar moet ik kijken? Waar welke kant? Ome Joop heeft Harry van de pot gerukt. En we hebben het aan de... Het is allemaal geen pot. Maar de stortbak die hangt er nog. Als je nou even op een stoel gaat staan, dan kan je het misschien even... Natuurlijk, dan gaat ik op een stoep. Heb je een laddertje of zo? Dat ik even bij de pot er wel bij kan, natuurlijk. Hè. Voorzichtig even. Ja, dat gaat wel. Dat gaat. Ja, ik ben er al. Ja hoor, ik heb hem. Hou even vast, die ladder goed, hè. Haal ik even de pony van stal, hè. Dan gaat hij eventjes zo... dat lucht op, zeg. Ik heb nog nooit zo'n belachelijke uitzending meegemaakt. Ja, daar boven in de stortbak. Mens is maar een mens, hè. Daar kun je niks aan doen, hè. Ja, ik heb nog een belletje zoeken. Ja, het is duizend verhaal, hè. Dit kan toch niet uitgezonden, maar dit is toch niet waar wat ik allemaal hoor. Zo, hè. Dat is weer gebeurd, dat lucht en volk, hè.
Zo, daar ben ik weer beneden hoor. Was maar afgelopen. Ik zou eigenlijk wel een beetje behoefte hebben aan een kopje koffie. Oh, wel, ja, ik zou wel. Ja. Waarom is er nog geen koffie? Oh ja, ik kan moeilijk koffie zetten met die pot om mijn arm. Ach, nou toch. Dan doe je het toch met je andere arm. Ja, maar ik kan ook niks zien. Hoezo niet? De bril staat omhoog. Mensen, zijn we er klaar met alle toiletterieën? Het gaat maar door, hè? Ik kan me voorstellen dat als hier geen brief op komt, dan weet ik het niet meer. Hoor. Well, dit is de winnaar. De winnaar. Nou eens even kijken, wie hebt er gewonnen? Wie is het? Nou, we zijn waar je duim weer bij hebt. Die is zo eerlijk. Dan is die gewonnen door eens even kijken door Dick van Dalfsen. Die heeft mij gebeld uit de Marmerstraat 23 met een harde. Pardon? Nee, het harde. Oh, het harde. En de vraag was, waarom ik? Ja, waarom ik? En het antwoord, hou je mond, zet die appel op je kop en stilstaan. Hij heeft gewonnen weer zo'n schitterende donkerblauwe rugzak waarop met gouden letters te lezen staat. Trollers! Nou, je zal er maar winnen, hè. Je zal maar met zo'n ding op straat lopen, toch? Kijk maar uit dat je niet hangen overvallen wordt met zo'n ding. De nieuwe opgave doen, Dick. De nieuwe opgave. Nou, we zijn zeer... Hoor nou, kijk, ik heb hem zo, hè. Dat was hem, Dick. Dat was hem. Dan komt hij nog een keer. Wie laat de hond daar? Wie laat de hond daar? Dan kan het natuurlijk van tevoren een beetje uitgemonteerd worden, zoals je dan in elk programma hoort. Die hoort en klaar. Ja, natuurlijk. Als u daar een leuk antwoord hebt, kan u sturen. Stel dat je daar een leuk antwoord op zou weten, kan ik me niet voorstellen. Dik voor elkaar, apenstaartje, tros.nl. De e-mail is dat. Dik voor elkaar, apenstaartje, tros.nl. En als u wil schrijven, maar dat duurt een week of acht. Ja, ik heb beter niet schrijven. Postbus 2854 1202 LL in Hilversum. Leo. Ja, daar ben ik nog even, meneer De Groot. Had je nog handel? Jazeker, natuurlijk. Nou, zoals elke week. Ik heb deze week hele bijzondere handel. Wat het zit namelijk in de reisbranche. Oh, reis. Ja, dat is een hele mooie branche momenteel. Ik heb wil een vakantietje plannen. Nou, dan heb ik voor u een prachtige aanbieding. Dat is namelijk de Beltenroute. De Beltenroute. Ja, dat heet de Beltenroute. Dat is een route die gaat langs de grootste vuilnisbelten van Nederland. Dat is een enorme behoefte is ja, zeker. En hoe gaat dat dan? Nou, het vervoer dat gaat per VW. Per VW. Een gewone VW, zo'n kever. Nee, een vuilniswagen. Kijk, het gaat als volgt. Er stappen allemaal mensen in, een stuk of vier. Die gaan op de achterkant van de wagen staan, op de treeplank. En dan geef ik een teken, dan gaat de bak gaat langzaam omhoog. En dan valt iedereen zo automatisch op zijn plek. Dat is allemaal mooi geregeld. Natuurlijk, vind je niet, Dick? Nou, het trekt mij niet zo aan, de Beltenroute. Ik zou er zelf niet mee meegaan. Oh, ik zou het wel leuk vinden. Nou, het is niet, ze noemen het ook wel eens deze route. Noemen ze ook wel eens de afvalroute. De afvalroute? Hoezo? Ja, omdat er wel eens mensen van de treeplank afvallen. Oh, ik wil de bak omhoog is gegaan. Het leuke van deze trip is eigenlijk dat je overal rotzooi mag maken. Oh, dat vind ik wel overal erg leuk. Rotzooi mag maken? Ja, het is bij ons niet van laat als dank aangenaam. Mijn dozen verpozen. Laat niet als aangename dank voor het verpozen ons de schillen en de dozen. Niet als dank voor het aangenaam verpozen ons de schillen en de dozen. Het gaat om het idee, de Groot. Wat is het met jullie dan, Leo? Ja, wat is jullie slogan dan, Leo? Geen dagje uit was ook zo mooi als bij ons in de kalerenzooi. Voor elkaar,
Ja, en dan zijn we nu toegekomen aan een nieuw onderdeel in de Dik voor Mekaar show. Dat gaat ook wekelijks, denken wij, terugkomen. Ja. Dat is namelijk de groot, wat heb je bedacht? Mens en beroep. Mens en beroep. Dus ja. Ik zal maar zeggen, we gaan even iets dieper in op het beroep van iemand. En deze week, wat had je geproduceerd, de groot? Waar gingen we heen? Een fotograaf. Daar ben ik zelf erg geïnteresseerd. Natuurlijk, want die ontwikkelen, die vergroten, dat is natuurlijk leuk om dat even te bekijken. Dus we lopen hier in de straat, de groot... Buitengeluiden. Ik loop nog binnen. Oh, sorry. Kom op dan. De Groot, ik loop nu aan het strand. Ik hoor mee met de Groot. Ja, het is de verkeerde CD. Een dierentuin. Ik hoor nu een olifant. Ja, ik moet even de... De Groot, gewoon buiten op straat. Ja, ik neem mee. We zijn er nou. En zo lopen we hier op straat en we zijn aangekomen hier bij de voordeur. De Groot, bel even aan. En de deur staat open, we kunnen naar binnen. En wij hebben een afspraak in de donkere kamer, dacht ik. Had je dat niet geregeld? In de donkere, waar is de donkere kamer? Ah, hier. Staat op de deur. Hier, donkere kamer. Doe de deur even open, de Groot. Oh, je ziet geen hand voor ogen. Nou, je praat over een donkere kamer. Is dit een donkere kamer? Wacht even, ik heb een zaklantaarn. Ah, heb je lantaarn? Doe even een lampje aan. Ja. Ik mag het lichten. Oh, daar staat de fotograaf. Het licht uit. Mag het licht? Ja, maar anders zien we niks. Het gaat erom dat... Oh, maar wacht. Hij staat foto's te ontwikkelen, de Groot. Oh, ja. Natuurlijk. Doe die lantaarn. Ja. Mag het licht uit? Je mag het licht uit. Heb je een zakmesje? Ik draai het de lamp los. Doe de hand niet van. Excuus, meneer de fotograaf. Mijn hand is er gewoon. Trek jij aan die kant, dan trek ik aan jou. Ik struikel. Hoe kan dat nou? Omdat het licht plotseling uitging. Zeg Toos, valt het jou ook niet op dat ome Joop al de hele uitzending door aan zijn kont loopt te krabbelen? Nou, je het zegt. Ja, dat vind ik vervelend. Dat vind ik zo vervelend. Oh, zo vervelend. Nou, dat is toch vervelend. Maar dat vind ik vervelend. Als iemand zo'n hele uitzending als een kont loopt te krabbelen. Dan doe je het maar net of je het niet ziet. Ja, dat kan niet. Hoezo niet? Hij gebruikt mijn hand. Het moment waar u allemaal op wacht. En niet alleen u, ook ik. Hier is hij, onze enige echte. Meneer de Groot. Hallo Fens, hier is meneer de Groot. Hallo, meneer de Groot, niet op, hè. Ik heb een beetje een moeilijk probleem. Donkere wolken pakken zich samen boven dit programma elke week. Een van mijn leden, alsof er leden zijn. Ja, hij heeft mij bezorgd opgebeld. Een van zijn leden heeft bezorgd opgebeld. Nou, dat is wel nieuws, hè. Een hele club hier, al zouden ze gewoon langs mijn deur lopen, zou ik al politie bellen. Nou, want die heeft jou bezorgd gebeld, ja. Want hij is bang dat ze vrouwen bedriegt. Hij is bang dat ze vrouwen bedriegt. Hoezo bang dat ze vrouwen bedriegt? Wat is er nou? Heb je al 10 jaar lang heb je al dezelfde postbode. Ja, nou, wat is dat nou voor... Ik heb al 15 jaar lang heb ik dezelfde postbode. Wat is er nou voor verontrustend als je al jarenlang dezelfde postbode hebt? Maar geef dat, is toch helemaal niet gek? Ja, normaal niet, maar hij is al 4 keer naar een andere stad verhuisd. Oh, ik kan u niet zeggen hoe blij je is. Dat deze klanken weer... in mijn oren klinken. Nou, we moeten in ieder geval... Het wordt een drukke week. We moeten die hele toilettengroep moet helemaal veranderd worden. Dus we hebben genoeg te doen. En laten we nog ook andere dingen eens even van tevoren gaan voorbereiden. Want het was zoals gewoonlijk deze uitzending. Maar wel heel erg dramatisch natuurlijk. Ik vond hem wel aardig. Maar nou, wat wel aardig is trouwens, daar wil ik u nog even op wijzen. Dat deze week kunt u in die weekbladen, in de Margriet en in de Libellen, in de Panorama en in de Vriendin en in de Autoweek, daar zit een gratis tipboekje van de Nederlandse Hartstichting. Wat is nu belangrijk, hè? Daar zijn we mee bezig, hè? Ja, natuurlijk. Dat boekje staat dus vol met allemaal leuke tips om goed te zijn voor je hart. Het leven is hard. Zorg er goed voor. Zo is het. Ik ga meteen die weekbladen halen. Trouwens! Hey.